Fijn dat je luistert naar deze podcast van Social Elephant. Ik zit hier met Jan van Swieten en vandaag hebben we het over de toekomst van leren. Uh, Jan, waar ben je eigenlijk expert in? Ja, waar ben ik expert in? Goh, dat zijn van die vragen die uh, regelmatig gesteld worden en waar jij eigenlijk never nooit een goed antwoord op kan geven. Um, ik heb een paar weken geleden als keynote speaker mogen optreden bij het Tsjechisch Olympisch Comité mm -hmm. en daar hebben ze zelf op een gegeven moment toen de titel maar opgeplakt de talent coach. Dat is ook de titel van mijn laatste boek en ik denk dat dat misschien wel de lading dekt. Eigenlijk alle activiteiten die ik doe hebben wel iets te maken met het ontwikkelen van mensen en dan dus met name het ontwikkelen van Talent in mensen, waarbij ik daarmee ook al gelijk aangeef dat alle mensen hun talenten hebben en dat het dus erom gaat bij alle mensen die talenten te maximaliseren. Ja, daar is natuurlijk wel een nauwe, sang, een nauwe samenhang ook als het gaat om de toekomst van leren, want ik denk dat leren gaat natuurlijk ook over je talenten. Uh, hoe zie jij dat die toekomst van leren? Gaan er dingen veranderen? Zie jij, hoe ziet dat eruit, die horizon in jouw hoofd? Ja. Ik probeer mijn studenten altijd weer te geven van... jongens, kijk goed naar wat de achtergrond is... van degene die jou het verhaal vertelt. Want als je die achtergrond goed kent... dan kun je ook snappen waar een verhaal vandaan komt. Mm -hmm. En dan kun je ook de nuance maken van... wat kan ik er nou wel van opsteken en wat niet. En waar moet ik mijn vraagtekens misschien bij zetten. En mijn basis ligt eigenlijk in de sport. En mijn hele denken ligt dus ook in die sport... En ik vind de sport dus ook in de, het bedrijfsleven, in het onderwijs, een hele mooie metafoor. Iedereen vindt sport wel leuk. Zelfs als je er niks mee hebt, dan is het, komt het in ieder geval toch serieus over, hard over, uh, resultaatgericht over. Dus men snapt ook dat alles wat je daar doet op het gebied van talentontwikkeling zich direct doorvertaalt naar resultaten. Mm -hmm. Dus mijn hele denken komt daar wel van een stuk vandaan is daarna natuurlijk op een militaire academie behoorlijk versterkt, nog in die sfeer. En dat heb ik ook meegebracht naar dat onderwijs. Dus waar geloof ik in als we het hebben over talentontwikkeling? Dan zijn het een paar hoofdelementen. Ten eerste geloof ik heel erg in de directe doorvertaling naar het feitelijk functioneren. En in Nederland is dat bijna een open deur, het denken in competenties... Dus niet alleen in kennis, maar in competenties. Maar ik merk gewoon dat we daar in Nederland compleet anders zijn dan in de rest van de wereld. Ik kom erg veel in landen, met name het voormalig Oost-Europa en Azië. En daar is kennis gewoon, zeker in het hoger onderwijs bijvoorbeeld, nog steeds leading in alles wat ze doen. Ik was daar in Kazachstan en daar gaat 60 tot 70 procent van de studenten door voor een PhD. Nou hier in Nederland ligt dat getal waarschijnlijk onder de procent, misschien zelfs wel onder een half procent. En zeker in eerste instantie. Het leven lang leren concept, het idee van mensen blijven zich ontwikkelen en dat blijven we ook combineren steeds met extra scholing, is ook iets wat zelfs in Duitsland en dat soort landen nog maar nauwelijks echt doorgedrongen is. Op jonge leeftijd ga je naar school, dat blijf je braaf doen. En als je afstudeert, dan ben je klaar en dan ga je werken en dan leer je eigenlijk het vak. En is dat, hè? ben je voor een dubbeltje opgeleid, dan zul je een dubbeltje blijven. Dan ga je nooit een kwartje worden. Hoewel ik besef dat dat met de huidige valuta misschien niet meer zo'n bekende vergelijking is, maar... Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik nog wel. <laughs> ik denk de gemiddelde luisteraar van deze podcast ook hoor. Dus dat ik... <laughs> gelukkig maar. Maar goed, maar het principe is natuurlijk uh, duidelijk dat dat leven lang leren en die combinatie met de praktijk dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, dus ik was in Kazachstan en Kazachstan is natuurlijk een bizar land. Uh, 18 miljoen mensen, 19 miljoen ongeveer net zoveel als Nederland maar nou ja, uh, misschien wel bij de vijf grootste landen van de wereld. En alle resources die er denkbaar zijn, de grootste hoeveelheden... olie, gas, staal, kolen, die er maar te bedenken zijn. En daar zitten dus alle bedrijven die daar iets mee doen. Denk aan Tata Steel, aan Shell, aan Gazprom, nou, we zitten het. Maar ze hebben eigenlijk zelf de mensen niet om daarin te werken. Want ze spreken geen Engels, ze zijn niet opgeleid in de... Laat ik maar zeggen, moderne managementtechnieken. Mm -hmm. Dus ik met de universiteiten om de tafel om te praten over business schools. Nou, mag jij raden wat daar het antwoord was? Nou, nee, ik weet niet wat het antwoord was, maar als ik zou denken bij, <laughs> aan, een, aan een business school in zo'n land, ik denk dat ze op dit moment wel, ook wel gewend zijn dat ze dat van het, van het buitenland makkelijk mensen inhuren en dat ze daar geen probleem in zien. Ze hadden inderdaad zoiets van, ja, een business school, fantastisch, dat moeten we gaan doen. Maar hoe gaat het dan met de PhD? En hoe schrijven ze dan hun wetenschappelijke artikelen? Dus een manier van denken die wij hier in Nederland helemaal niet kennen. Het is, het is voor hun is hoger onderwijs. En ze maken dus, ze kennen, ook op dat vlak is Nederland natuurlijk... Afwijkend van de rest van de wereld. Wij zijn de enige met afgescheiden HBO's. Tenminste, in ieder geval op de manier zoals wij dat kennen, met een echt bachelor op het eind. Waarna mensen vaak ook gewoon stoppen. En dan in een latere fase van hun leven verder gaan. Nou, dat kennen ze nergens in de wereld. Dus daar, hoger onderwijs is alles. Hè? Dat is bachelor, dat is master, dat is gewoon mm -hmm. iedereen die iets verder doet. En voor hun is dat dus per definitie gericht op wetenschap. Als jij daar een hoger onderwijs in gaat... dan moet jij minimaal drie, vier wetenschappelijke artikelen produceren. Nou, het schrijven van een wetenschappelijk artikel kost je gewoon één of twee jaar. En zeker als je daar geen ervaring mee hebt. Zoals gezegd, 60, 70 procent gaat dan ook nog zijn PhD doen. Ik sprak daar mensen... die zijn uh, drie jaar bezig geweest met één pagina Griekse tekst... en daarop afstuderen. Ja, en dan vervolgens... Denk je manager te kunnen worden bij Shell of bij Tata Steel? Ja. Ik zou je zeggen dat dat natuurlijk niet helemaal zo werkt. Dus het moderne denken in de combinatie van uh, leren en tegelijkertijd het toepassen in de praktijk, dat is daar volslagen onbekend. Ja, dus in hun ogen is studeren is eigenlijk om, uh, om wetenschapper te worden als einddoel. Of papers te schrijven misschien wel, maar niet nou ja, om echt is, mee te werken. Eigenlijk is dat heel grappig dat je dat zo zegt. Ja, maar dat is het universitair onderwijs. Uiteindelijk wil ja. je wel... Maar zo denken ze... Eigenlijk denken ze dan niet eens bewust bijna. Oké. Okay. <laughs> dus het is, gewoon, uh, het is gewoon iets wat in de genen zit. Als je naar de universiteit gaat, dan is dat wetenschap. Punt. En er wordt niet eens de vraag gesteld van wat doen we daar dan nou mee of wat kunnen we daar dan nou mee. Nee, daarvoor ga je naar de universiteit. Dat is toch wetenschap. En de mensen die daar werken, daarvoor is dat logisch. Als jij wetenschappelijk medewerker bent of hoogleraar bent op een universiteit, dan produceer jij wetenschappelijke artikelen. En dan ben je bezig met wetenschap. Dat is bijna een beroep wat het al. Waar je, dat is dan het beroep ook waar je voor wordt opgeleid. Dat is gewoon... En, en, zij brengen dat, zijn, ja. en zij brengen dat over op hun studenten. Kijk, ik, zei, ik vroeg hen ook van, ja, als ik nou naar jullie studenten kijk, wat gaan die dan doen na de universiteit? Ja, die gaan gewoon werken. Ik zeg dus, als ik het goed begrijp, 98, 99 procent van die studenten van jullie komen straks in die bedrijven terecht. Ja, dat klopt. Wat leer je daar dan nu over? En zijn ze daar dan op voorbereid? Ja. Nee, maar dat leren ze daar toch wel? Ja. ja, maar wat doen jullie dan eigenlijk? Ja. En wat grappig is, dat wij wat dat betreft ook in Nederland zelfs op wetenschappelijk gebied misschien nog wel een stap verder zijn. Dat wij beseffen dat wij mensen een andere manier van denken leren op een universiteit. Dat de wetenschap de mensen iets extra's meegeeft, namelijk een andere manier van denken die ze ook weer kunnen toepassen in de praktijk. En er op die manier naar kijken, dat gebeurt daar dus ook niet echt. Zij kijken van wij leren die mensen wetenschap zodat ze een goed artikel kunnen schrijven. En dat is natuurlijk een, een cultuurverschil wat erin zit en wat er niet zo snel uit zal gaan. Nou, je ziet dat de westerse landen, ik noemde Duitsland, en dus er zijn er natuurlijk nog wel een aantal, die zijn natuurlijk al wel verder. Die denken al wel in de termen zoals wij dat doen, maar nog steeds is daar het leven lang leren totaal niet ingeburgerd. En daarom zie je ook dat Nederlandse, uh, in Nederland opgeleide mensen... heel makkelijk accommoderen all over de world. En daar ook gewoon altijd goed scoren. Check. Hey, en, en wat vertelt ons dat over de toekomst van, uh, van, 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 uh, van leren? Wat, wat, uh, wat ontwikkelt daar? Wat zou er moeten gebeuren of wat gaat ja, er gebeuren? We zitten wel op een heel spannend tijdsframe. Ik doe heel veel ook in colleges op het gebied van leadership... En we zien eigenlijk dat corona natuurlijk best wel een impact gehad heeft. En op zijn minst een enorme versnelling geeft in een aantal ontwikkelingen. En we hebben daar ook wat onderzoeken bij de bedrijven op gedaan: van goh, jongens, wat betekent dit nou? En het werken gaat natuurlijk toch steeds meer ook naar distance learning. En de term distance leadership is natuurlijk al een ingeburgerde kreet aan het worden. Ik wist niet dat die bestond, maar ik kan hem interpreteren. Maar ik heb het nu gehoord. Ja, nou ja, ik weet niet wat jij er al over zou verstaan. Uh. Nou ja, kijk, wij zijn heel veel digitaal gaan werken en ons doel ook met elkaar als team hebben we besloten dat we overal ter wereld gewoon met elkaar het bedrijf willen runnen. Dus ik ben ook steeds meer op vakantie. Ik ben dan altijd nog wel aan het werk, maar dan geef ik op afstand leiding. En ik heb daar ook veel gesprekken over van hoe, ga, hoe doe je dat nou op afstand. Ik zal er nu niet verder over uitweiden. Maar dus ja. het leiding geven zonder dat ik hier ben, fysiek aanwezig. Of dat mijn medewerkers hier fysiek zijn, dat is wel uh, ja, ja. collega's, moet ik zeggen trouwens. Nou ja, het was natuurlijk een hele grappige. Hè? We kregen corona. En als je dan even terugdenkt hoe die mindset van iedereen was, het was natuurlijk. Hè, dus we hebben daar bij vier grote bedrijven en bij een aantal kleinere onderzoek naar gedaan. Eigenlijk kwam overal hetzelfde uit. En het was ook heel grappig dat er geen verschil was tussen bedrijven die het daardoor ineens de wind meekregen. en bedrijven die het heel moeilijk hadden. Er zat geen verschil in. De, de mindset van de mensen door heel corona heen was hetzelfde. En in het begin was het grote paniek natuurlijk. We wisten totaal niet wat corona was en wat het deed en wat er gebeurde en de angst die er aan alle kanten kwam. Maar er kwam wel ergens iets van, nou ja, wat je natuurlijk vaak ziet gebeuren, de gemeenschappelijke vijand. Wij zullen dat wel eens eventjes met z'n allen, dat klusje, klaren. En het is te overzien, het gaat een paar maanden duren, en dan zijn we er wel uit. Dus iedereen werd heel actiegericht. Nou ja, iedereen begon ineens aan alle kanten met uh, Zoom en met weet ik veel wat. Ja. Vooral Zoom was natuurlijk in het begin heel erg, hè. en toen kwamen er anderen er nog bij. En iedereen had zoiets van, wauw, dat gaat eigenlijk best goed. Dat kan eigenlijk ook. En we hebben daar eigenlijk bijna geen last van. En daarna kwam er een beetje een terugslag in de tweede coronafase. Waar iedereen op een gegeven moment bijna vertwijfeld werd. En die vertwijfeling die kwam er van, alweer oh dit. En toen begon men ook niet meer alleen de voordelen te zien... maar begon men juist ook veel, veel de nadelen daarvan te zien. En voor leiders, en daarom praten we ook over de leadership in dat kader. Voor leiders, in het begin was het heel dankbaar. Alles wat je deed, was top. Alles wat jij kon laten zien, van kijk eens wat we gedaan hebben. We hebben Zoom ingevoerd, we hebben Teams ingevoerd. Wauw. De... Wow. En we hebben de vrijdagmiddag digitale borrel. Jongens, geweldig. Fantastisch. En dat was... Dus iedereen vol enthousiasme... En jongens, wat leuk. Maar in die tweede corona was het van ja, we gaan toch niet weer digitaal borrelen. We gaan toch niet weer dit. Wat moet ik nou nog om die mensen te motiveren? Een ander effect, we waren bij een van de grote technische bedrijven. En als we kijken naar de manier waarop mensen sturen, dan is dat natuurlijk heel erg gedreven altijd op aanwezigheid. En meten is weten. En liefst nog zo in een kantoortuin dat ik achter jouw bureautje langs kan lopen en kan zien of je op je scherm niet stiekem iets anders aan het doen bent. En dat meten is weten, dat zette zich direct door toen corona kwam. Dus wat denk je wat het eerste was dat die managers gingen vragen bij zo'n technisch bedrijf? Urenregistraties. Urenregistraties op basis van tijdregistratie op de computer. Nou ja. Ik tennis ontzettend graag van huis uit al. En dat doe ik dan bij voorkeur op kantoortijden dat er toch niemand speelt. Dus op dinsdagochtend ging ik naar de tennisbaan. En ik hoef nooit af te hangen van tevoren. Hè. Dat doe je tegenwoordig ook digitaal. Maar ik denk, nou dat is helemaal niet nodig. Want dinsdagochtend is er nooit iemand. Vol. Alles vol. Volled thuiswerkers. Zaten daar. <laughs> en ik loop over dat tennispark. En ik zie overal, we hadden zo'n bankje voor het wisselen van speelhelft. Op al die bankjes stonden laptops. En die stonden allemaal ingelogd op digitale vergaderingen, meetings en weet ik het wat. En af en toe zag je iemand met een rotsprint snel naar die computer rennen. Want dan moest hij weer iets zeggen en moest weer iets doen. Want zogenaamd stond hij ingelogd. Eén trok er zelfs snel een jasje aan over zijn tennisklofje heen. Dus dat werkt dus helemaal niet. Je kunt mensen niet controleren op afstand, op tijdsregistratie, op dingen. Dat heeft geen enkele zin. Dus op welke manier kun je wel mensen nog sturen? Niet meer meten? Nee. We meten op output. Ja. We meten op resultaat. Maar ook, jij weet precies van jouw medewerkers. bij wie kun je rustig zeggen: van joh, ga maar lekker thuis zitten werken. Komt wel goed. En bij wie heb je daar toch je twijfels over? En waar ligt dat op? Dat ligt op motivatie. Dat ligt op hard voor de zaak, hard voor het werk. Maar het discipline. ligt niet alleen op motivatie, het ligt ook op een heel groot deel zelforganiserend vermogen. Kijk, als, als jij zelf in je eentje thuis werkt en jij kunt jezelf niet organiseren. Uh, uh, en je loopt daarin vast en niemand is daar voor je, ja, dan is op dat moment is je motivatie in dat moment niet zo hoog maar dat wil niet zeggen over je algemene motivatie. Dus wat me wel is opgevallen is dat de mate van zelfstandigheid van een persoon ook echt wel bepaalt of iemand er aan toe is om thuis te werken of niet. Ja, ik geloof zeker dat dat een, een rol zal spelen. En toch merkten we wel dat uh, bij bepaalde mensen kun je dat gewoon per definitie doen. En ik denk als je naar aan je eigen carrière terugdenkt. En dan die momenten dat je echt het idee had van dit vind ik leuk, dit is gaaf om te doen. Dat je dan vanzelf ook wel die motivatie vindt om het ook te gaan doen. Nou ja, bij mijzelf, kijk, als, als ik niet meer de avonden door wil werken, dan zit ik bij de verkeerde baan. Dan kan ik beter ermee stoppen, want dan geeft het me toch geen energie. Dus dan gaat er al iets verkeerd. Maar dat is natuurlijk niet iedereen zit er op die manier in. Dat begrijp ik ook wel. Nou ja, maar dat is wel de basis geworden van het denken van het nieuwe leiderschap. Dus als mensen nog maar pak een beetje twee dagen in de week gemiddeld op kantoor komen... en dat is gewoon wat bij heel veel bedrijven nu aan de orde is... dat de kantoren ook zo ingericht worden... dat ze er nog maar twee of drie dagen in de week zijn... dan ga je daar niet naartoe om daar mailtjes te zitten typen of stukken uit te werken. Dat kun je thuis. Dus waarvoor ga jij naar kantoor om met mensen te zijn? Klopt, ja. Met mensen te overleggen, met mensen te praten, één op één, teams, whatever. En wat is dus jouw veranderende taak als leider, als manager ook aan het worden, dat je die mensen in die twee dagen de week zo enthousiast moet krijgen, zo gek moet krijgen, dat ze die andere drie dagen in de week braaf door blijven werken. Nou, een deel dat, maar ik denk ook een deel dus uh, wel uh, mensen selecteren die dus uh, zel, al zelf georganiseerd zijn. Want je kunt ze, dus je, ja, vroeger hadden wij heel veel studenten hier rondlopen, maar dan kun je ze hier op het werk uh, aan een senior knopen. En dan gaat het nog wel goed. Maar op het moment dat iedereen thuis zit. dan heeft die senior geen zin meer om de hele tijd. die berichtjes die binnenkomen te beantwoorden. Ja. Dus dan wordt die junior ook niet zo ontwikkeld. Dus dan, dan, dan creëer je eigenlijk complexiteit. Ja, ik geloof daar zeker in. Dus maar... dat, is wel, dat is wel anders geworden. Ik ben veel meer gaan kijken naar zelfstandige mensen. Ja, dus dat zal voor het onderwijs ook zeker iets gaan betekenen. dat we daar nog meer op in moeten gaan. En... Ja, ook daar denk ik dat het Nederlandse type onderwijs al beter aansluit... ...omdat je meer gewend bent zelf projecten te doen, zelf stukken uit te werken... ...papers in plaats van schriftelijke tentamens, allemaal dat soort dingen. Dus ik, ja, dat zal zeker. Aan de andere kant, ja, we zagen zelfs al bij Collins in de jaren negentig... ...dat hij beschreef van wat zijn nou de best performing bedrijven... ...en hoe gaan die om met personeel? Die zei al van ja, motiveren behoort niet tot de taken van de manager... Want de mensen moeten al gemotiveerd zijn van nature. Het enige jouw taak is om ze niet te demotiveren. <laughs> dat is wel mooi, ja. Dus ja, dat, dat, die manier van denken is al best oud. Dus daar geloof ik zeker in. Aan de andere kant zien we wel uh, dat mensen de binding naar het bedrijf gaan verliezen. Als er heel weinig of niet zijn. Dat de mensen de binding naar het team gaan verliezen. Dus die affiliation als we dat zo mooi als in Engels noemen. Die teambinding, die verdwijnt als je niet oppast. En die zul je dus in die paar dagen die je hebt, zul je die wel moeten aanbrengen. Ja, ja ik, ik ben het er niet mee eens. Okay, en, en dat is namelijk, uh, wij hebben dat anders opgelost. Wij hebben gewoon elke ochtend een, een daily stand-up waarin we met elkaar praten en ook over de problemen diep ingaan. Dat is... Gepland op een half uur, soms duurt het drie kwartier. Maar elke ochtend evalueren we eigenlijk al die punten. En gedurende de dag is iedereen gewoon bereikbaar via Discord uh, uh, de hele tijd. Maar eigenlijk is het is bij ons echt geshift naar de digitale contactmomenten. In plaats van hier fysiek. We hebben ook medewerkers uh, in, in, uh, in Spanje zitten collega's, nogmaals <laughs> collega's in Spanje zitten. Uh, die daar eigenlijk heel efficiënt werken. En waarvan de output ook heel erg goed is. En dat uh, ja, de binding is hier, is, is hier niet fysiek. Maar we weten wel met z'n allen waar we het voor doen. Wat, wat wel denk ik meer belangrijk wordt, is doet jouw bedrijf er eigenlijk wel toe? Daar lig ik wakker van. Want als mijn bedrijf er niet toe doet, dan willen mensen er niet voor gaan lopen. En dan zal ik dus complexer moeten gaan managen. Maar als ons bedrijf in essentie al geen reden heeft van bestaan en geen toegevoegde waarde heeft. Waarom zouden ze dan überhaupt hun bed uitkomen en zich daar samen voor inzetten? En dat zijn dingen waar ik echt van wakker lig. Dat ik denk, ja, als ik dat niet goed neer heb gezet, dan moet ik dus alles gaan managen. En het is niet dat ik het niet wil managen, dat is het niet. Maar ik denk wel dat als jij een bedrijf hebt wat er niet toe doet, wat geen waarde toevoegt of een visie naleeft in de maatschappij, waar mensen niet in geloven, ja, dan kun je ze nog steeds naar kantoor laten komen. Oh. Voor no. wat? Het is een interessante. Stelling name. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet... Ik ben nog commissaris bij een digitale bank. Ja, doet hij dat toe? ja, oh ja oh God, ik denk dat banken aan ja. zich... dat de gemiddelde mensen daar toch nog best wel blij mee zijn... dat ze er in ieder geval bestaan. Je ziet hoe moeilijk het is tegenwoordig... om aan een bankrekening te komen helemaal. Maar, ja, dat klopt, ja. Maar inderdaad, de helft van het bedrijf zit nu ook in Spanje... omdat er gewoon niet aan personeel te komen is... En zo'n digitale bank is helemaal een aparte. Dat is een derde IT-personeel, een derde commercieel en een derde compliance. Voldoen we wel aan alle regeltjes die de Nederlandse bank en anderen ons stellen? We zitten ook nog eens keer in Amsterdam. Onmogelijk om aan mensen te komen. En als je niet oppast in dit kader, onmogelijk om die mensen te behouden. En wat ben jij als bank nu anders dan iedere andere bank waar ze ook compliance of IT of commercie kunnen doen? Dus hoe ga jij die mensen binden aan jouw bedrijf? En dat blijkt een enorm ja. probleem te zijn. Hè, terwijl we dus digitaal echt alles wel zelf in huis hebben. Dus ook echt dit soort dingen wel proberen en doen. En toch die fysieke binding. En ook één keer in de week aanwezig zijn waar er wat getafeltennis wordt en een keer een borreltje gedronken wordt en andere leuke dingen gedaan worden. Dan gaan ze toch gewoon voor een paar tientjes meer ergens anders werken. Waar ze bijna hetzelfde werk doen en op dezelfde manier de dingen georganiseerd zijn. Is het geen ver verbloeming dan van de essentie? Dat in de essentie het al niet, niet zeg maar, uh, waarde toevoegt om bij die bank te werken. Dat mensen zeggen, nou ja, eigenlijk zie ik geen nee, resultaat van wat ik doe. Maar ja, laat ik, het, laat ik het zo zeggen: iedere bank doet natuurlijk in de basis hetzelfde. Iedere accountantskantoor doet in de basis hetzelfde. Ieder onderwijsinstituut doet in de basis hetzelfde. Wat maakt het mij nou uit? Of ik bij de Hogeschool van Amsterdam werk, of de Hogeschool van Utrecht, of welk andere? Ja, de, deels maakt het niet uit. Ja. We praten natuurlijk ook over de toekomst van leren. En, en ik ontmoet heel veel jongeren. En allemaal zeggen ze, ja, ik wil ergens waarde toevoegen aan de maatschappij. De, de, ik weet niet of het een denkbeeld is, hè, of dat het een bevrijde generatie is. Maar als het gaat om, 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 om leervermogen, dan, dan als je dit doortrekt, dan zou het best wel uh, zo kunnen zijn dat de mate waarin uh, iemand zeg maar, iets kan toevoegen aan de maatschappij, ook bepaalt of hij überhaupt gemotiveerd is om te leren. <klaar> Nou, dat geloof ik zeker. Kijk, en dat we tegenwoordig allemaal zeggen: van ja, maar ja, mij is op dit moment één onderwijsinstituut. Wat niet op alle vlakken de SDG's aan het invoeren is. En wacht even, wat is dat? De SDG's, dat is wat uh, in Europa... Of misschien zelfs wat breder, wel breder. Dat zijn alle dingen die iets te maken hebben... met de wereld een betere plek maken... en de mensen een goede toekomst oh, te, te bieden. Nu weet ik het, ja, ja. En dus er zit alles in over climate. Er zit alles in over ja. gezondheidszorg. Over onderwijs. Nou, verzin het allemaal maar. Hoe gaan wij... Om met de wereld in de toekomst zodanig dat het een plek wordt waar we met z'n allen kunnen blijven, gelukkig zijn, wonen, produceren, whatever. En, nou ja, een deel van de dingen zien we daar nu al in terug. In Nederland, natuurlijk, in alle maatregelen die er nu komen. Maar in het onderwijs moet, al, moet die hele manier van denken moet natuurlijk in alles terug gaan komen. Ja, dat denk ik. Ja, voor mij is zeg maar de manier waarop we überhaupt onderwijs. Consumeren. Tenminste, ik doe het onder, op een andere manier maar dat, dat, dan de meeste mensen om me heen. Maar hey, ik ga je zonnepanelen op het dak leggen en ik bekijk YouTube en ik zie hoe het werkt. Ik ga tien YouTube-filmpjes kijken. Ik analyseer yeah. hoe het in elkaar zit. Dan heb ik contact met een expert yeah. die een YouTube-expert is. Want ik, op YouTube is er één man, echt super dank aan die vent, die post elke week hoe hij die, die zonnepanelen installeert. Yeah. Nou, dus ik tien filmpjes consumeren, analyseren hoe dat nou werkt. En uh, voilà, het dak op en installeren. Met die filmpjes erbij. En dat is me nu al een aantal keren overkomen. Maar de, de informatie is overal. Uh, de durf om het daar op de locatie ook echt te doen. niet altijd. Alleen ik denk wel dat zeg maar, leren en AI. en als je kijkt. Het, het gebeurt allemaal on the job. Waarom zou je naar school gaan. om vervolgens te leren. hoe je in de praktijk moet leren? Waarom leren we dat niet on the job? Nou ja, wat we natuurlijk ook zien. is dat het steeds meer in de combinatie gebeurt. Kijk, dat er. Uh... Enorme efficiencieslagen gemaakt kunnen worden als er iemand is die je een beetje bij de hand neemt en dat je dan nog vertelt hoe het zou moeten en een beetje basiskennis geeft. Ik bedoel, je kunt ook leren autorijden on the job, maar ja, ik zou het toch ik, niet. Dat was autorijden, dat was onder job, ja, dat was uh, in de auto. Maar je had er wel een instructeur bij zitten. Ja, nee, dat klopt, maar dat is zo, ja. En ik, ik zou het toch niet aanraden om dat te doen zonder. Dus... Nee, dat akkoord. Ik ben dus, de, dus... de eerste rijder doorlopen gereden, vol volgens... <laughs> ik, ik ben het met je. <laughs> nee, maar goed, maar het is misschien een beetje een flauwe vergelijking. Dat snap ik. En ja, ik denk dat het digitale, kijk. Dat ChatGPT doet daar dus ook ontzettend veel in. Ga nu alsjeblieft die studenten niet meer zeggen: schrijf een essay over dat onderwijs en zoek daar alle theorie bij. Nee, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Want het is even de zoekwoorden in typen. En je krijgt er het perfecte stuk uit in zoveel woorden als dat je aangeeft. Nee, de toepassing van de kennis. Want kennis is overal, maar de toepassing van de kennis en de ervaring. En, de, en, de, en, de, en je brein ontwikkelen op meerdere disciplines tegelijkertijd. En de, de, Steve Jobs, uh, daar is ooit over ge uh, geschreven dat hij, hij heeft ooit calligrafie uh, gestudeerd, zeggen ze, of het waar is, moet je maar zelf factchecken, vind ik altijd. Maar dat hij eerst calligrafie heeft gestudeerd en toen een aantal andere opleidingen en op een, een gegeven moment toen kwam hij uh, uh, bij Apple werken en toen, toen zag hij van, oké. Okay, um, ik moet het toetsenbord, moet ik echt gewoon uh, en de lettertypes moet ik echt gaan aanpakken. Want ik kan echt het verschil maken door alle lettertypes te gaan integreren. Dus hij is... ja. jij zei in het begin van het gesprek: zei je, let goed op waar iemand vandaan komt. Ja. Nou ja waar iemand vandaan komt. Uh, uh, Steve Jobs die dus zelf uh, Apple heeft opgericht, trouwens, maar die, die heeft dus wel eerst lettertypes gestudeerd en vervolgens ging hij dat toepassen bij toeval. Hij ja. had niet van tevoren bedacht: ik ga nu de studie lettertypes doen en dan ga ik dat later toepassen. Kijk, maar wat jij aangeeft, jouw voorbeeld met zonnepanelen leggen. Ik geloof er best in dat iedereen. Nou ja, goed, jij bent natuurlijk uniek, maar ik. Iedereen is uniek, uh, Jan. <laughs> ja. ja, nou ja, laten we zeggen dat jij uh, op veel vlakken bijzondere talenten hebt, maar je uh, moet het ook nog willen. Kijk, als ik de keuze heb van: ik ga het dak op om zonnepanelen te leggen of ik ga een paar uurtjes op tennisbaan staan, dan weet ik wel wat ik kies. En Dat gaat helaas niet de zonnepanelen zijn. Ook al zou dat misschien beter voor deze wereld zijn. En overdag ga ik op mijn manier mijn geld verdienen, zodat ik iemand kan betalen om die zonnepanelen voor mij te leggen. Die misschien minder hoogtevrees heeft en dat misschien technisch wat handiger is en niet zoals ik twee linkerhanden heeft. Dus. Taakspecialisatie is er natuurlijk op een gegeven moment al ingekomen in de middeleeuwen en dat zal wel steeds blijven doorgaan, misschien nog wel even eerder trouwens. Maar de tijd dat iedereen volledig zelfsupporting was in alles, die is natuurlijk al lang voorbij. Ja, dus die taakspecialisatie zullen we echt wel blijven houden. Dat zorgt er ook voor dat we gewoon veel efficiënter een heleboel dingen kunnen doen. Maar dat die mensen weer op een andere manier opgeleid gaan worden, daar ben ik helemaal met je eens. En dat je dus heel veel Instructie ook meer op een andere manier eigen kunt maken. Ja, ja en het voelt voor mij alsof het zeg maar on the job, on the moment en in de moment, bijna misschien niet, ja, in de, eigenlijk in het moment zelf, dat het leren en de feedback daar uh, terecht gaat vinden. Maar stel nu eens even, vinden. jij wordt organisatieadviseur en jij mag uh, bij een groot onderdeel van Shell of weet ik van wat van een ander groot bedrijf, moet je die managers gaan. Proberen te helpen om die organisatie op een andere manier in te richten. Efficiënter, effectiever, zodanig dat de productie verhoogd wordt, dat de mensen gelukkig blijven, enzovoort, enzovoort. Hoe ga je mensen puur onder job daarin trainen? Dat is ontzettend moeilijk. Nou, en je kunt ze beter... wel. Ja? Maar ik denk wel dat als je, als je uh, kijkt naar iemand die komt op die plek, dan heeft hij misschien een scenario's of 200 die hij kan uitvoeren. Nou ja, die 200 scenario's kan je best wel uh, framen in de uh, zin van je hebt deze 10 kijkrichtingen welke wil je verder onderzoeken uit oh, deze richting. En dus je kan, uh, daarin is het leven is één grote keuzemomenten uh, fabriek. Dus je hebt de hele tijd allemaal keuzemomenten. Alleen wij zijn, ik denk, hè, maar dat denk ik. Ik denk dat ik de hele tijd een soort voorgeprogrammeerd programmaatje afloop in mijn hoofd. Alleen dat ik het nog nooit heb gedigitaliseerd. Dus op het moment dat iemand de beide handen opmerking maakt, dan reageer ik bijna altijd hetzelfde. Het is niet zo dat ik denk, ah, oh, vandaag is het mooi weer, laat ik eens anders reageren. Dat gebeurt gewoon als een standaard programma wat afspeelt. Dus ik denk wel, maar dat is, denk ik, hè, ik heb het niet wetenschappelijk bewezen, want die krijg ik zo naar mijn neus van jou. <laughs> <laughs> maar ja. Nee, 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 <laughs> maar nee, nee, nee. Ik denk dus wel dat er zijn zoveel scenario's die ik niet overweeg, die er wel zijn. Nou, Het laatste ben ik 200% met je eens. Kijk, als we naar de ontwikkeling van automatisering kijken, vind ik dat een beetje parallel aan de ontwikkeling van hoe wij in het leven staan en leren en onze beslissingen nemen. Dus als ik kijk naar de... Ik ben al heel oud, dat weet je. En ik was in de jaren tachtig betrokken bij de automatisering van het ministerie van Defensie, toenmalig de grootste werkgever van Nederland. En we hadden de grootste geautomatiseerde systemen. Nee, met al die artikelen, materialen, personeel, verzinnen. En we hadden kilometers kastjes staan. En die konden eigenlijk maar één ding: gegevens opslaan. <laughs> en dan er allemaal mensen zitten die dat dagelijks aan het inkloppen waren. Wat konden wij niet? We konden niet analyseren. We hadden geen goede processoren, dus. Die opslaan. we konden dat niet berekenen, die data. Die wat konden ermee... daar ja. verder allemaal niks mee. Nou, het volgende wat we. Aan die volgende fase zijn we naar de procesautomatisering gegaan. Dus eigenlijk, wat jij zegt, we hebben scenario's. En ja. Dat zijn standaard programma's. Ja. En je loopt zo'n standaard programma af, prima. Maar de fase van deze eeuw is natuurlijk een compleet andere. Je hebt grote databases met heel veel gegevens. En iedere keer moet jij die selecties maken uit al die gegevens. om weer een nieuw scenario te ontwikkelen en te bedenken. En dat is ook. Ik zei toevallig vandaag nog tegen een collega: ik moest dit weekend een heleboel modulebeschrijvingen maken. En er stond al een soort framework van kreten waar al die modules aan moesten voldoen. Maar ik vond het een ramp. Want als ik gewoon op een blanco sheet mag gaan werken en ik kan mijn manier van denken daar gewoon netjes in neerzetten en die modules op een rijtje zetten... dan is dat mijn proces. En dat schrijf ik zo op. Nou moest ik mijn manier van denken helemaal gaan... ja, hoe noem je dat? omturnen naar kreten die er al bestonden. En die match was veel lastiger. Het is ja, dat, hetzelfde, dat als, hetzelfde ja, als dat verbouwen altijd lastiger is dan nieuwbouwen. Dus het is veel makkelijker om te zeggen... ik heb één grote database... Met allemaal losse kennis en losse dingen. En daar maak ik gewoon één, of iedere keer, een nieuwe selectie uit. En dat zien we natuurlijk ook wel gebeuren met die automatisering. Maar ik denk bij, dat de mensen ook steeds meer op die manier aan het, aan het werk gaan. En dat we ook mensen moeten leren om op die manier te denken. Ja, en ik denk ook dat we moeten leren dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor een keuze. Maar dat we eigenlijk niet volledig kunnen overzien hoe die keuze gaat uitpakken. Maar dat houdt dat. en dat klinkt misschien een beetje som. En ik, je weet, ik ben van spirituele alleen de laatste tijd niet meer zoveel. Maar ik vind dat ook moeten accepteren dat je mens bent. Dus je maakt als mens keuzes. Dat betekent ook dat die keuzes consequenties hebben. Maar ja, je bent mens, alleen je hoeft niet elke keer de perfecte keuze te maken. Nee, en je moet, moet wel onder, leren. En je <laughs> moet onderkennen dat die automatisering het wat dat betreft toch ook echt steeds meer overneemt. Ja. Ik vind schaken een fantastische sport. Ja, alleen de computer doet het beter. In de jaren negentig hebben ze een keer een proef gedaan, hebben ze de toenmalen vijf beste computers tegenover ja. mij gezet en ik won. Nu niet meer. Nee. Als ik nu de gemiddelde spelcomputer maak die je in ieder bedrijfje op de hoek kunt krijgen, dan veegt hij me van bord, toch? Ja. Dus. Nee, er is geen mens meer die van een computer kan winnen. Dat durf ik wel te zeggen. Niet dus, in dat soort dingen, nee. Nee, maar dat, dat is natuurlijk iets wat in, in alles steeds meer toeneemt. Ja, dus, natuurlijk nemen die computers dat voor een heel groot deel over. En ook dat denken neemt niet weg dat wij ons ook moeten ontwikkelen. Uh, ja, en, uh, dat, daar, want dat zei je, want het is je leven lang ontwikkelen. Maar wat, wat, waar je eigenlijk wel dan ook nog op neerkomt is... ja, technologie gaat snel... Maar volgens mij verandert vooral de mate waar hoe we werken, die verandert vooral heel snel. Dat betekent dat het nogal wat vraagt van ons aanpassingsvermogen. Ja. Uh, en, en, uh, dus het is niet alleen leren, het is ook aanpassen. En het is maar wel, ik heb gewoon heel veel uh, experts ontmoeten nu in mijn leven en ik heb een gedeelte ontdekt die past eigenlijk elke keer hetzelfde trucje toe. Maar die zijn eigenlijk helemaal niet zo bereid om te leren en te innoveren. Eén iemand heeft me dat laten zien, dat is Hans Verijken, Dat is mijn leiderschapscoach, hij is 72. Want in de coronatijd belde hij mij op. Hij zegt, Nico, hoe gaan we dat doen met die podcast? Ik zeg, ja, podcast, podcast. Ja, Hans, dan, dan moeten wij fysiek zijn. Hij zegt, ja, maar ik zit in Bali, dat gaat helemaal niet. Zullen we het anders proberen om het digitaal te doen? Nou, ik ging helemaal kapot, Jan. Ik zeg, nee, dat gaat niet, Hans, dat kan niet. En later zei hij tegen mij, ja, Nico, het is, het is, je moet echt leren omgaan met veranderingen. Want leiderschap... Is het, het omgaan met veranderingen. En want je maakt een afspraak met iemand. En de kans is groter dat het anders verloopt dan dat je had verwacht. Dus als je niet met al die veranderingen om kan gaan, ja, dan wordt het een lastig verhaal. En dat is wel me altijd bijgebleven. Als ik dan kijk naar de toekomst van leren, alles wordt continu anders. Dus de snelheid van de adaptatie van nieuwe informatie, het vinden van nieuwe informatie, dat zijn allemaal dingen dat ik denk. Ja, dat is een skill die me altijd van nut kan zijn. Maar het doet me, nu ik met jou hierover zit te praten, denk ik ook... ja, maar waarom zou ik überhaupt leren? Ik, kijk, ik heb het in mijn DNA en ik, ik wil altijd leren. Maar waarom dan? Is het mijn overlevingsmechanisme, denk ik dan? Kan ik er wat aan doen dat ik wil leren? Kunnen we tegen mensen zeggen dat ze meer moeten leren? Of, of is dat die basismotivatie die jij zei van, ja... mensen hebben al motivatie, je hoeft het alleen niet te demotiveren. Nou ja, kijk, je ziet gewoon dat mensen verschillende interesses hebben... En als iets jou echt interesseert, dan wil je er ook iets mee. En dan wil je daar je talent ook in ontwikkelen. En ongeacht of dat nou sport of kunst of theater of iets inhoudelijks is voor een van de andere vakgebieden, of in jouw vakgebied met automatisering of andere zaken, ja, dat maakt niet uit. Als daar... Waarom zou iemand in godsnaam willen leren, beter willen leren tennissen? Want wat heeft dat voor zin? Je kunt toch ook gewoon. Uh, gewoon, uh, nou ja, volgens Jan Guus van Waldorp willen we ons seksueel voortplanten. En is dat de reden? Want die is evolutiepsycholoog. Maar uh, <laughs> daarom tennis, juist zoveel, Jan. Dat is de <laughs> nou ja, ik vond het wel heel grappig. Ik uh, gaf een training voor EY in de Baltische Staten. En daar zaten dus allemaal mensen bij mij in de, in de groep die uh, accountancy doen en accountancy studeren. Uh, daar zaten ook jonge dames bij, begin dertig. En toen hadden we het ook over de uh, work-life balance. Oh ja. En toen begon een van die meiden te huilen. En die zegt van, ja, work-life balance. Ik heb nog niet eens tijd om een vriendje te vinden. Dus als het allemaal over de voortplanting ging... dan ben ik bang dat dat niet helemaal past bij dat leven... wat die mensen in dat soort bedrijven hebben. En waar zij nu met hun opleidingen mee bezig zijn. En toch hebben ze die drive en die passie... Om te, uh om daarin vooruit te komen. En dat is natuurlijk in een heel groot van de wereld... nog simpelweg maslof. Want als zij bij EY werken... dan hebben ze een inkomen waar ze hun hele familie... zo'n beetje dat van de kunnen rustig, onderhouden. Ja, ja. Dus ze worden ook enorm gepusht door die familie. Die hebben vaak uh, grond verkocht, huis verkocht... om die kinderen maar de kans te geven om te studeren. Want dan weten ze zeker dat hun pensioen geregeld is. Dat komt dan op neer. Dus er gebeuren een heleboel van dat soort dingen... Maar talentontwikkeling is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Als ik nu kijk. We hebben nu natuurlijk nu ook. Uh, Oekraïne Rusland. Nou, wat is het grote vraagstuk aan die Russische kant? Kunnen we mensen naar het front sturen die niet opgeleid zijn? Het is toch wel handig als die mensen daar staan. dat ze een beetje weten hoe zo'n geweer werkt. of een kanon of weet ik veel. wat... waar ze mee iets mee moeten. Als ze dus gewoon niet opgeleid zijn. als je je niet ontwikkelt in datgene wat je moet doen. of wat je wil doen. Ja, dan kom je niet verder. En vaak is dus: ja, waar komt de motivatie vandaan? Is het een bijna geforceerde motivatie, omdat je het gewoon nodig hebt voor je bestaan? Of is het omdat je het gewoon leuk vindt. Ja. Ik vind tekenen fantastisch. Ik heb laatst nog weer een hele leuke workshop op het gebied van tekenen gedaan. Kan je één ding vertellen? Hoeveel uilen heb je getekend? <laughs> Ik kan je vertellen, het is dramatisch. Ik heb nul talent voor tekenen. Maar ik vind het hartstikke leuk. Dus ja. ik blijf met proberen te ja, ontwikkelen. toch? Ja. En ik hoop dat ooit eens iemand gaat onderkennen dat wat ik teken een uil is. Maar waarschijnlijk uh, zal dat moment wel nooit komen. Maar ja, je gaat natuurlijk wel proberen er beter in te worden. Maar dat is gewoon leuk. En het geeft jou dopamine. Ja, dat ik. ik uh, ja, <laughs> ja. He? Waarom vind jij het zo leuk om te gaan mountainbiken? Ja, dat, dat was inderdaad wat er in ja. mijn hoofd. Uh, maar het, het, bij, het is een complexe puzzel. De vraag is of je aan de andere kant komt en hoe. Het zijn ontzettend ingewikkelde puzzels. Ik heb een hele goede vriend en die uh, begeleidt ook zo'n hele bekende wielerploeg. En die kreeg van de jongens een fantastische racefiets: echt het mooiste van het mooiste. En hij was aan het klagen. Ja, ik wil zo graag wat aan mijn conditie doen. Maar ik kan met dat ding. Joh, het gaat veel te hard. Dus er is nergens een plek waar je dat een beetje op een normale manier kunt doen. Ik zeg: ja, maar waarom wil je dat dan doen? Ja, ik moet toch iets aan mijn conditie doen. Ik zeg nou, dan moet je dat ding laten staan. Dan moet je een oude oma fiets pakken. Ja, dan doe je echt wat aan je conditie. Ja. En dan kun je leperen strappen of een stukje van niks. Ja, maar dat is niet leuk. En dat gaat niet hard genoeg. En dan heb ik kan ik die kilometertjes niet maken. Ja, kijk. Dus je wil eigenlijk wat anders. Je wil eigenlijk presteren. Je wil de snelste zijn en de beste zijn. je wil nog harder gaan dan die brommers die je voorbij gaat. Toch? Nou, dan moet je dat zeggen. Maar dan moet je niet zeggen dat je zo nodig aan je conditie wil gaan doen. Ja, en eens. En daarom zijn we ook in, de, in, dat, dat in. Als het gaat dan om leren. Dat, dat zeg maar die motivatie. en waar je het met z'n allen voor doet. Volgens mij gaat daar de grootste shift in vinden. Dus de reden van leren, die, die zal anders worden. Is het echt noodzakelijk ja, voor mij om dit te leren? We zien nu ook wel een, een verschil in mindset van de millennials sowieso al. Even nog los van alle problematiek die er op dit moment op de aarde is. Dat mensen steeds meer aan het kijken zijn, wat is voor mij belangrijk? En wat vind ik maatschappelijk belangrijk? Maar we moeten ons ook beseffen dat dat wel een luxe is. En dat het een groot deel van de wereld helemaal niet de motivatie voor leren is. Ik kom net uit de Oekraïne, ik was twee weken geleden nog in de Oekraïne. Ja, de mensen verdienen daar 200 dollar per maand. En dan hebben ze een functie als hoofd van het departement economie van een behoorlijke plaats. Dus dan zitten er nog een heleboel mensen onder die waarschijnlijk nog veel minder verdienen. Dus voor die mensen en voor 200 dollar per maand kun je daar ook maar net rondkomen, kan ik je vertellen. Dus. Voor hun is het helemaal niet, die moeten wel studeren, want anders komen ze niet verder. Dus deze de noodzaak. Voor hun is het is echt een absolute noodzaak. En die hebben niet de middelen zoals wij die hier vaak hebben. En daar kunnen we niet digitaal van alles doen, want drie kwart van de mensen heeft thuis geen internet, of geen computer, of geen dit of geen dat. Ja, dat is ondenkbaar voor mij, maar dat is er natuurlijk wel. Ja. Nou ja, kijk, als ik daar naar de studenten kijk. Ik sta dan nog vaak gewoon ouderwets op een bord te schrijven. Dan heb ik geen digitale hulpmiddelen. Als ik mijn pc'tje meeneem, moet ik ook mijn biemertje meenemen, ouderwets. Dat vinden we hier vreselijk ouderwets. Maar daar hebben ze. Oh, fijn dat je een biemer meegenomen hebt. Dan kun je het tenminste producteren. En ja, op zo'n hele universiteit zijn er één of twee fantastisch ingerichte lokalen. waar ze alle digitale hulpmiddelen hebben. Maar dat zijn één of twee lokalen. Voor 40.000, 50 50.000 studenten. Nou, dan kun je uitrekenen. Dat, dat gaat het niet worden, nee. Hoe het in die andere klassen gaat. Hey, we, we zitten er al aardig diep in, Jan. Heel fijn. Uh, waar ik nog benieuwd naar ben, is, is wat betekent leren eigenlijk voor jou? Want ik, jij bent heel veel met talenten, met leren bezig geweest. Maar, maar wat vindt Jan er eigenlijk van? Nou ja, uh, leren is mijn passie. En ik zie daar twee verschillende dingen. Enerzijds de didactische en anderzijds de inhoud. En voor mij fluctueert het dus ook altijd tussen die twee. Dus al doe ik voor de duizendste keer hetzelfde lesje, maakt me niet uit. Want het gaat me niet om de inhoud van wat ik breng. Het gaat me om het proces met die mensen. Dat is elke keer anders. Ja. En dat is elke keer anders. En dan vind ik het wel leuk om verschillende soorten dingen te kunnen doen. Die dus ook verschillende didactische vaardigheden vragen. Dus ik geef vrij veel colleges lessen, maar het zijn vaak meer bijna praktische workshops op het gebied van mediation. Dat gaat om rollenspellen, om communicatie, om het vergroten van het empathisch gevoel van mensen. Ik noem het altijd bijna technisch-empathisch gevoel, het goed kunnen structureren van een gesprek. En ik doe gewoon hele technische dingen. Lesjes finance, externe verslaggeving, verzin het. En alles wat ertussen zit. Maar ik sta ook nog steeds op die tennisbaan, kindjes les te geven. Maar wat is dat dan, dat lesgeven voor jou? Waarom is dat zo gaaf? Wat is daar? Wat... Zien dat die mensen plezier hebben dat ze ergens beter in worden. En dat ze de passie ergens voor krijgen. Hey, ik ben met kerst jarig. Ik kreeg met kerst een video uit de Oekraïne. Van mensen waarvan er een paar zelfs aan het front zaten en hun dank uitspraken voor wat ik voor ze gedaan heb afgelopen jaar. Nou, dan gaan bij mij de tranen ook wel even in de ogen hoor. Dan heb je toch het idee, ik heb iets voor ze betekend. Ik heb ze een stap verder geholpen en daar zijn ze blij mee. Dat stellen ze echt op prijs. En waarom stellen ze dat op prijs? Omdat het ze ergens kan brengen. Omdat ze, misschien zijn ze morgen wel dood. En ze staan aan het front. En toch... Hebben ze zoiets, mag ik ook vanaf hier die lessen blijven volgen digitaal? En dat is voor mij ook van het digitale het mooie. Het maakt wel dingen mogelijk die vroeger gewoon niet mogelijk waren. Nee, zeker, ja. En dus hebben we ook computers beschikbaar gesteld aan die mensen daar. Juist voor de mensen die het anders niet zouden kunnen doen. En daar ben ik zo ongelooflijk blij met zo'n meneer Musk die ervoor zorgt dat er een satelliet hangt. Ja. Dat mensen van, vanuit de schelkelders. Hey, ik zat in Skopje allerlei rechtersles te geven. En vanuit de schuilkouders in Kharkiv waren ze aanwezig om te helpen in die les. Dat vonden ze gewoon leuk. En dan hoor je daar aan de andere kant, hoorde je toen, want toen stonden ze nog rechtstreeks onder vuur van de artillerie, hoorde je de bommen aan de andere kant. Maar die mensen die vonden het geweldig om even met mediation bezig te zijn, om even hun mind helemaal op iets anders te hebben. En het idee te hebben van, goh, dan ben ik weer met normale dingen bezig. Ja, dat vind ik een prachtig iets van het onderwijs. En dat dat door het digitale mogelijk is, ja, dat is geweldig natuurlijk. Dus het slecht grenzen, het slecht situaties, fantastisch. Dus op dat vlak, ja, ik geloof absoluut in live onderwijs, omdat het dingen doet. Hè? Wij zitten hier tegenover elkaar. En we zien van elkaar ja. wat de emotie is, wat de, de lichaamstaal is. Dat is heel belangrijk. Dat is best heel lastig als je dat digitaal doet. Kan natuurlijk wel enigszins, maar het is best heel lastig. Zeker als je een groep van 30 of 40 mensen hebt. Maar het maakt ook wel weer een heleboel dingen mogelijk. En dus die combinatie van al die factoren. Ja, dat is, dat is natuurlijk absoluut de toekomst. Mooi. Ik wil je bedanken voor deze, deze podcast. Ik moet nou nog ook eindigen met een commercieel sausje, maar ik durf het bijna niet meer te doen na wat je allemaal hebt verteld. Maar ik maak deze de podcast om mensen te inspireren. Ik, ik, uh, ik heb je altijd al, uh, al, vanaf de eerste keer dat ik je zag, heb ik je echt wel inspirerend uh, gevonden, Jan. En ik, uh, ik vind het leuk om, uh, om nu op deze manier dat gesprek uh, aan te kunnen hebben gegaan uh, en de inhoud in te gaan. Uh, dit is de eerste keer dat we een podcast opnemen in de vernieuwde studio hier uh, bij Social Elephant. Uh, ik vond het echt heel fijn om hier te zitten met jou. En uh, je bent een mooie eerste gast voor deze, deze ruimte. Um, ja, en luister je nou deze podcast, uh, vergeet dan niet om even een, een like of een comment te doen. Of als je een vraag hebt, stuur een uh, vraag. Dan zorg ik dat die uh, bij Jan terecht komt. Want die, uh, ja, die weet natuurlijk ontzettend veel over leren en uh, talentontwikkeling. Uh, um, waar kunnen mensen wat meer over jou vinden? Nederlandse Business Academy? We hebben een aantal uh, websites en zaken, maar Nederlandse Business Academy of gewoon Google op de naam, dan zie je vanzelf wel uh, waar je wat meer kunt achterhalen. Dus vergeet niet om een uh, like uh, achter te laten of te subscriben en dan uh, spreken jullie in de volgende podcast. Dankjewel.